De Zuid-Afrikaanse delegatie brengt deze week een bezoek aan de politieregio's Midden- en West-Brabant, Groningen en Flevoland. De korpsen wisselen kennis en ervaring uit over politiewerk hier en in Zuid-Afrika en bezoeken verschillende projecten. Good afternoon. I'm in Holland here on a twining project that's been initiated by the Dutch government. Basically what this entails is that South African police have selected three stations, precincts, that will be visiting the Netherlands and exchanging both ways advice and how basically and what to do in difficult situations. Volgens Johan Rens van de Zuid-Afrikaanse politie is Zuid-Afrika een jong land dat het politiegebied nog verder moet ontwikkelen. Ook is hij onder de indruk van de Nederlandse aanpak, dicht bij de bevolking. Ook hoe netjes Nederland is, viel hem meteen op. And I was very impressed. It looks very neat. The country, there's no papers lying around. I must compliment your municipality. This is a beautiful town. And I hope the Dutch police can learn a bit from us, where we can play a role. But this, as I said, this is an ongoing process. And yes, I think it's a very good thing. In het Veiligheidshuis praten de agenten over de aanpak van huiselijk geweld. En donderdagavond lopen de Zuid-Afrikaanse agenten in Breda mee met het horecatoezicht. That doesn't look good.